welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op. Ik was hier live. Mijn naam is Lodewijk de Leu. Het huisje van Majutte, een visserswoning in Blankenbergen, dateert in zijn huidige staat uit de 18e eeuw. Jarenlang stond het leeg en het werd door Peter Gardijn en zijn vrouw aangekocht en ter open gesteld als café. Ondertussen is het een museumcafé geworden. Het huisje bergt honderden voorwerpen die het verhaal vertellen van Blankenbergen, van zijn vissers en van de familie Gardijnen. Peter vertelt. Goedemorgen, mijn naam is Peter Gardijnen. Ik ben de zaakvoerder samen met mijn echtgenote Lena Beernaert van het huisje van Majutte in Blankenbergen. Het huisje van Majutte was voor 7 jaar, 20 jaar gesloten geweest. Als we dit 7 jaar geleden kochten, was er hier dus eigenlijk niets meer. En het leuke is dat alle mensen, alle bezoekers, spontaan spulletjes binnenbrengen bij ons. Voor die 7 jaar was ik de laatste 15 jaar coördinerend directeur voor het vrij onderwijs in Blankenbergen. Ik zat met een burn-out en ik wou iets anders doen. Dus ik zeg, ik ga een oud pand opkopen. En we gaan daar proberen nieuw leven in te brengen. En dat is blijkbaar gelukt. 7 jaar geleden dus kochten we het huisje. We zijn eraan begonnen, we hadden niets en er was hier ook niets meer in het huisje. En spontaan kwamen de mensen met spulletjes binnen en is het zo gegroeid tot een van, volgens TripAdvisor, een wereldattractie. Want we staan sinds vorig jaar in de top 10 van de wereld van TripAdvisor. Het huisje van Majutte is eigenlijk het oudste vissershuisje van de Belgische kust. Het dateert ongeveer van 1500, de fundering toch, en de structuur van het huisje dateert van 1700 ongeveer. Ze woonden hier met 14 mensen. In die tijd was er heel veel bijgeloof. Vissers geloofden dat er een kwelduivel woonde in Blankenbergen. Zijn naam was de Roesgaard. Die kon mensen pesten als die een naam kende, vandaar dat alle vissers lapnamen of valse namen hadden. En Majutte is de lapnaam voor Pieter de Bruyne, de laatste visser die hier gewoond heeft. Het is dus Pieter de Bruyne of P. Majutte die 12 kinderen had. Toen we hier aan starten, dan wisten we niet wat we ermee gingen doen. We zijn eigenlijk gestart als een gewoon cafeetje, laat het maar zeggen. Maar doordat er zoveel spulletjes bij kwamen en dat de mensen zoveel interesse hadden, hebben we er eigenlijk een totaalproject van gemaakt. We noemen het nu een museumcafeetje. Mensen mogen gratis binnen, maar er wordt verwacht dat er iets geconsumeerd wordt door de mensen. Als de mensen dan binnenkomen, dan worden ze ontvangen bij de deur. Ze krijgen de uitleg in 16 verschillende talen als het nodig is. En dan kunnen ze eigenlijk het huisje beginnen verkennen. De woonkamer, de zolder, de keuken, de tuin. In de keuken hebben we nog de originele pekelput waarin gepekeld werd in bruine pekelpotten. Bij ons ligt er in de keuken een lijk, want dat heeft te maken met het boek van Pieter Aspe. Het boek Ontmaskerd gaat over dit huisje. Ze vinden het lijk terug in de pekelput van het huisje van Majutte, dus het ligt er nog steeds in. Dan komen de mensen binnen hier in de woonkamer. Dan zien ze 3 tafels staan. Dan krijgen ze de uitleg over de Blankenbergse lapnamen, over Blankenbergse spreuken en Blankenbergse woorden, dus eigenlijk de verschillende dialecten. Dan kunnen de mensen naar boven gaan. Daar zien ze de kleine in de schuif slapen. De kleine werd in de onderste lade van de kast gelegd en kon, eenmaal dat die zindelijk was, doorgroeien naar de tweede of naar de derde lade. Zelf ben ik geen familie van de vissers. Ik ben wel een echte Blankenbergenaar, gebrakt en gespongen, zeggen we hier. En mijn overgrootvader, Jules Gardijnen, heeft hier een helling in Blankenbergen, de Jules Gardijnen-helling. Was eigenlijk een meubelmaker. Dus de kastjes en de kistjes die boven staan, maar ook de schilderijen die boven te zien zijn, heb ik meegebracht. En die zijn eigenlijk gemaakt van mijn overgrootvader. Dus ik doe nu eigenlijk een beetje een koppeling van het verleden van de visserij samen met de geschiedenis van mijn overgrootvader. Als de mensen dan iets wensen te consumeren, kunnen ze aan een van de tafels zitten. Er is hier plaats voor 70 man in het huisje. Je zou het niet zeggen als je voor de gevel staat, maar het is zeer groot. En dan krijgen ze ook van mij nog een iPad, waarin dat ze gedurende 5 minuten naar een volledige geschiedenis van het huisje en van Blankenbergen kunnen kijken. Zo hebben ze eigenlijk een totaalbeeld van wat er hier allemaal aan de hand is. Het huisje is niet zo groot. In het begin aanvaarden we alle spulletjes dat de mensen binnenbrachten, maar nu moeten we toch wel een beetje beginnen sorteren. Ik heb bijvoorbeeld nog heel weinig plaats om kaders of schilderijen te hangen, want mijn muren in dit kleine huisje zijn zeer beperkt.
Qua andere spullen aanvaard ik eigenlijk nog echt dingen die met nostalgie te maken hebben, met de visserij natuurlijk, of met mijn familie. En ik vind altijd nog wel een plaatje om het erbij te zetten. De oppervlakte van het huis ken ik niet uit het hoofd. We hebben hier een woonkamer ongeveer van 4x3. We hebben een keukentje van 3x3. We hebben een tuintje van 5x6. En de zolder boven, dat is wel het verrassende. De zolder boven heeft plaats aan ongeveer 35 personen. Een zeer mooie, een zeer grote zolder. Die zolder is ook opgebouwd. De vissersgezinnen die bouwden vroeger hun huizen aan de hand van de grootte van hun gezin. Oorspronkelijk was dit huisje enkel de woonkamer met een klein dakje erop. Maar iedere keer dat het gezin groter werd, werd het huis uitgebreid. Dus in 1500 de fundering werd hier gelegd. Vandaar dat de duinen, de straat en de tuin eigenlijk nog hoger liggen dan het huisje. Maar later is dan eigenlijk de structuur bijgekomen. De woonkamer hier 1700. De zolder die erboven was eerst een heel klein zoldertje, ook 1700. En dan in 1800 hebben ze de keuken erbij geplaatst, waardoor dat de zolder eigenlijk verdubbeld is in grootte. Iedere keer dat de zolder vergroot werd, hadden de arme vissers, het was een zeer arme bevolking, die hadden hout nodig en die gingen dat zoeken of jutten op het strand. Vandaar dat er hier boven op zolder eigenlijk een prachtige collectie is van oude stukken hout die nog in het gebinte van het dak verwerkt zitten. En je ziet aan de muren de geschiedenis, want iedere keer dat het huisje groter werd, werd het dak groter gemaakt. En de muren die geven nog de lijnen terug waarin dat het dak eigenlijk groeide. Ik had natuurlijk wat ervaring met managing, want ik had 7 scholen in de tijd. Ik heb 4 scholen gebouwd. Toen we hiermee begonnen zijn, had ik geen enkele ervaring in de horeca. Helemaal niets. Ik had nog nooit een fles bier uitgeschonken, laat het maar zeggen. Dus die moeilijkheden die waren er wel. Het runnen liep eigenlijk heel vlot, want het is van in het begin een zeer groot succes geweest. In het begin hadden we ook specialiteiten om te eten, zoals slufferkoeken bijvoorbeeld. Dat waren wentelteefjes of verloren brood. Die hadden de naam slufferkoek omdat ze de vorm van een pantoffel of een sluffer hadden. En dat was een gewoonte hier in Blankenbergen. Op bescheepsdag 11 november aten de vissers om te vieren dat ze een nieuw werken of een nieuwe job hadden voor het volgende jaar, aten ze slufferkoeken. We zijn daarmee begonnen, maar we zijn ondertussen daarmee gestopt omdat we hier constant voor de deur een gigantische rij hadden met wachtenden om binnen te komen. En dit was voor ons een beetje te veel en nooit echt de bedoeling geweest. Dus we zijn nu teruggeschakeld naar gewoon café met een paar specialiteiten. Onze grootste gevraagde is eigenlijk onze koketeute. Een koketeute is een Blankenbergs woord. Dat is een mooie vrouw bij ons. Dat is een lokaal biertje. We hebben dat blond of donker. En dat is een van de hits, want 90% van het bier dat we hier in het huisje verkopen is koketeute. Een tweede is ons Tientje Kervel. Justine Bogaert was eigenlijk een kruidenvrouwtje. Zij kon mensen genezen. En ze maakte daar al heel vlug een heksje van. En ze heeft volgens de legende ooit een moord gepleegd met het kruid Dulle Kervel. We hebben nu een drankje ontwikkeld, ons Stientje Kervel. Een groen likeurtje van 50%. En dit gaat ook heel vlot over de toonbank. Daarnaast is onze specialiteit onze majuttetrutte. Dat is onze verwendkoffie. We hebben 4 kinderen. En toen we hier 7 jaar geleden voor de eerste keer binnenkwamen, zaten we hier te brainstormen. En de kinderen die zeiden onmiddellijk, pa en ma, je moet hier een majuttetrutte verkopen. En toen wisten we nog niet wat het was, maar dit is onze heel bekende verwenkoffie geworden ondertussen. De mensen smullen van de snoepjes en van het likeurtje dat erbij zit met koffie of iets anders. Onlangs hebben we dan ook hier een samenwerking aangegaan met de plaatselijke folkloregroep De Korre. Die komen hier heel dikwijls bij ons in het huisje zitten om vissersambachten te doen. En ik had hier een vrouwtje, een vissersvrouwtje boven staan, een aanbeeld of een beeld van een vrouwtje. Haar naam was Eugenietje Cadet, dat zat in onze familie. En de folkloregroep heeft daar een reus van gemaakt, Eugenietje Cadet. En ze hebben mij tot Peter van de Reus gemaakt. Wij hebben daar dan ook onmiddellijk onze specialiteit een poester van gemaakt. De poester Eugenietje Cadet. Een poester is eigenlijk als de vissers van de Koude Zee kwamen, kregen ze een lege tas met een klontje suiker. Als ze het suikertje recht zetten in hun tas, dan vroegen ze eigenlijk aan de plaatselijke cafébaas veel alcohol. Als ze het suikertje plat legden, vroegen ze weinig alcohol, want de alcohol werd gevuld tot boven het suikertje.
Dus een poester is eigenlijk een poescafé, een soort cognacachtige Eugenietje Cadet. Vandaar dat we dit hier de laatste tijd ook heel veel verkopen. Dus 7 jaar geleden kochten we het huisje. Het is ons eigendom. We hebben het gekoesterd en we hebben het eigenlijk overgenomen van Antoon en Yvonne, die het in de jaren 70 gekocht hadden. Ze hadden hier eerst een antiek winkeltje gehad, een pannenkoekenhuisje, een restaurant. Dan is het 20 jaar niet meer toegankelijk geweest voor de bevolking. En in die 7 jaar tijd hebben we nu geknokt om het te maken wat het nu is. Mijn echtgenote is in juli met pensioen gegaan en ik ben ook van plan om over 3 jaar zelf met pensioen te gaan. Al zal ik het hier wel missen waarschijnlijk. En we hebben dus nu onlangs een plakkaat aan de deur gehangen dat het huisje te koop staat. Dus nu in 3 jaar probeer ik een oplossing te zoeken om dit verhaal, dit project eigenlijk verder te zetten. Ik hou ervan om mensen te ontvangen in verschillende talen als ze hier binnenkomen. Het merkwaardige is, de mensen zien een klein huisje, maar komen hier binnen en zijn eigenlijk van hun sokkel geblazen door al het leuke en de ontvangst dat ze hier krijgen. En ik hou ervan om de mensen te entertainen. Bijvoorbeeld heb ik hier zelf een monteplag of een lift gemaakt. Ik ga nooit met spullen langs de trap om dingen naar boven te brengen, maar ik slaag er iedere keer in om de mensen een zuidwester op hun hoofd te zetten met een visserschaal, om zo de drank omhoog te trekken. De kinderen die kunnen dat ook doen en ze krijgen dan ook een snoepmuisje. Want voor die kinderen zijn hier ook 15 muizen verstopt in het huisje. Dus ik probeer de kinderen te animeren door ze hier in de woonkamer 7 muizen te laten zoeken. En op zolder ook. En er is ondertussen ook een levende muis hierbij gekomen in de woonkamer. En ze vinden dat zalig om die levende muis een holletje te ontdekken.